Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Helm Creek. Jongens, ik heb nu eventjes een andere manier om op te nemen. Als het goed is, kunnen jullie nu wel de filters zien. Als ik op insert druk, dan gaan de filters uit, zoals je kunt zien. Nu zijn de filters aan, uit, aan, uit, aan. Zo zie je dat de game er heel anders uitziet. Het schijnt dus zo te zijn dat Game Capture de filters niet oppakt. Alleen, het nadeel is wel... Ik weet niet of jullie het zien, laat het eventjes weten. Of dat heel erg storend is, want... Het schijnt zo te zijn, als ik deze manier van opnemen gebruik... Oftewel de beeldscherm capture in plaats van de Game Capture in de OBS... Voor de mensen die het graag willen weten. Af en toe schijnt er een klein tikje te zijn. Dus dan even een heel klein tikje. Echt een minuscuul tikje dat hij eventjes denkt van... Oh, wat moet ik ook weer doen? Laat even zien direct weten of dat heel erg opvalt of juist niet. Alleen wat wel het nadeel is, als ik bijvoorbeeld iets moet doen, alt-tab, dan zien jullie dus alles op mijn computer. Dat is wel een dingetje. Nou, gelukkig heb ik ook voor mijn muziek heb ik een knop ingesteld, dus dat scheelt. Maar zoals je kunt zien, als je bijvoorbeeld naar de bomen kijkt, je ziet gewoon dat die filters heel veel veranderen. En dit is met filters en dit is zonder filters. En dit is met en zonder. Dus ja, dat kun je wel zien. Dat dus. We hebben natuurlijk... Coursplay heeft natuurlijk gemaaid de vorige keer. Vorige keer heb ik het ook afgemaakt, zoals je kunt zien. En ik zit even te denken, want wat is nou eigenlijk het handigste? Als we nou met de Sondea teruggaan met de balenpers. En we gaan opnieuw dit veld in dingesen. En dan de werkbreedte van een hark gaan doen. Dan schijnt het toch te zijn... Dat die toch gewoon moet werken, toch? Of niet? Of heb ik dat verkeerd? Want de follow me mod die is er nog niet. Dus ik wil dat eventjes samen met jullie testen. Dan gebruiken we deze keer ook eventjes de Sondea in plaats van de Massivergeson. Dan gaan we even kijken hoe die hoe het in zijn werking gaat. En nou werkt mijn knipperlicht in één keer wel met... Of werkt hij niet? Nee, hij werkt niet. En dan kan ik hem al geen gas meer geven. Vreemd. Waarom mijn knipperlicht niet werkt bij die Sondea? Oh, ik weet het al. Let op, hè. Zie je? Kijk eens. Dat is het schakelen. Daarom werkt het bij deze trekker niet. Omdat dit een handgeschakelde trekker is, werkt dat niet. Oh ja, dat wil natuurlijk niet. Dus daarom werkt de knipperlicht niet. Kijk. Voor de mensen die dat graag willen weten. Het komt... Moet ik even kijken, dan moeten we verder naar beneden. Kijk, hier. Nee, dat zijn de lampen. Guardian steering, ik moet het... Kijk, groep opschakelen. Weg, weg. Besturing opslaan. En als ik er nou op klik... Nee, hij doet nog steeds. Wat is dit? Numpad plus, numpad 0. Dat is apart. Dan waarschijnlijk... Oh, ik weet het al. Ik druk op de verkeerde knop. Whoopsie. Kijk. Kijk, nou doet hij het weer. Ja hoor. Nou doet hij het weer. Huppakee. Nou kan ik mijn kniplicht ook weer gebruiken. Omdat je dus dubbele knop hebt, werkt dat niet. Dus dan weten jullie dat ook, jongens. Voor de mensen die hetzelfde probleem hadden. Dat komt omdat dit een schakeltrekker is en er staat een dubbele knop op. Kijk, nou kan ik mijn knipperlicht gewoon weer gebruiken. Nice! Dan weten we dat ook weer. Ik rij ook trouwens helemaal om, maar goed. Dus ik wil het eventjes proberen. We gaan koersplein gaan we aanzetten op het balenpers. Het is wel zo. We moeten het heel goed plannen. We moeten het heel goed richten. Want ja, normaal gesproken kun je namelijk zelf... bepalen waar die moet staan. Maar dan moet je dus zo'n blip moet je neerzetten waar die moet beginnen. En dat is nog soms best wel lastig. Dus doe het op deze manier. Zo. Ja, wikkelen moet wel aan worden gezet. Dan kan de Sondea ook eventjes een paar uren maken. Want de Massivergeson heeft meer uren als de Sondea. Niet dat dat erg is, maar goed. Zo. Doen we alleen dit veld. Dan moeten we alleen wel eventjes wachten qua
qua fermenteren, maar normaal gesproken omdat we de dag op 1 hebben staan qua seizoen, dan schijnt het, als het goed is, dat het met 1 dag gefixt is. Hoop ik, met een paar uur. Dus we gaan het eens eventjes proberen, of dat wil. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, want als we nou die twee velden met elkaar connecten, ja, dan kan ik daar niet meer langs. En dat is een beetje lastig. Dat is gewoon lastig. Maar we gaan het proberen. We gaan met de kleine trekker gaan we harken. En dan gaan we met de chandeer op koersplay gaat hij dingen. Oh, het is alleen wel lastig, want hoe gaan we dit doen? Voor mij is het makkelijkste dat ik eerst een kopakker doe. We doen eerst even één kopakker. Laten we dat alvast maken, want dan kan Koersplay namelijk vast één kopakker doen en daarna op en neer. En dan schijnt het hopelijk goed te gaan. Dat hoop ik echt. Dat is wel een leuk experimentje, dacht ik zo. En ik weet dat we veel gras doen, jongens, maar ja, ik kan er helaas niks aan doen. Alleen, ik denk dat het wel werkt, alleen het is lastig om hem goed te positioneren. Hoe je hem wil plaatsen. En dat is lastig. Kijk, want hij gaat natuurlijk een koppakken doen. Dus hij gaat in één keer rond, denk ik. Kijk, en als hij stukken mist, ja, het is niet anders. Als je stukken mist, mist hij stukken. Dan kunnen wij er zelf wel over in. Maar het is een goed experiment, dacht ik zo. Dus laten we hopen dat het werkt. Eerst even de koppakken doen. Kijk, want hij draait natuurlijk anders dan dat wij dat doen. Denk ik. Zo. En dan hebben we de eerste koppakken hebben we eraf. Dan is dat klaar. Kijk, ja, we kunnen zelf ook wel gaan persen hoor, maar ik wil dat gewoon proberen. Misschien dat dat wel geinig is. Zo. Want ik ben benieuwd hoe hij zijn koers gaat indelen. Dat is voor mij een beetje de vraag. Want als hij dit klaar heeft, begint hij dan ook direct hier of begint hij aan de andere kant? Je zou zeggen dat hij hier begint. Dus als we hem nou hier neerzetten, hè? Laten we even kijken wat hij gaat doen. Koersplay. Die. Huidige koerswissen. Wat is de werkbreedte van die hark? 8,4 meter. Ik heb net gegeten, jongens. Sorry. Ik ben aan het bulken. Oh, ik denk dat dit heel lastig wordt. De chandeer. Klus maken. Koersplay veldwerk. Waar moet hij beginnen? Dat is dus de vraag. Daar. 8,4 meter werkbreedte. Nee, je moet wel echt blijven klikken. 8,4 werkbreedte. 1 kopakken. Tegen de klok of met de klok mee? Met de klok mee. En dan genereren. Laten we eens even kijken wat hij gaat doen. Klus starten. Kijken wat hij gaat doen. Kijken of hij hem goed pakt of niet. En of ik hem goed heb gepositioneerd. Het zou fantastisch zijn als het ook gewoon daadwerkelijk werkt. De kopakken pakt hij perfect. Want ik weet niet of hij zelf dat gras detecteert. Want het gaat erom dat we hem goed positioneren. En voor mij is dat aardig gelukt. Hij is alleen in het begin is hij wel een klein stukje vergeten. Maar goed, daar staat alles is. Oh, ik ben zo benieuwd of dat goed gaat. Tot nu toe doet hij toch best redelijk hoor. Want nu is het ook aan ons dat wij wel de daadwerkelijke werkbreedte gebruiken. Want anders werkt het natuurlijk ook voor geen meter. Oh god, hij gaat helemaal verkeerd. Oh god. Nou ja, laten we maar even poepfjolen kijken wat hij gaat doen. Maar wij gaan toch wel harken. En anders nemen we het zelf al over, joh.
Kijk, maar als Dinges er nog was, Follow Me, dat was een stuk makkelijker geweest. Hij pakt het. Stop! Stop! We doen het zelf wel. Maar het eerste stuk ging niet toch best goed hoor. Vind ik. Nou, het eerste stuk heeft hij best goed gedaan. Nou, dan moeten we zelf maar gaan harken of gaan persen, jongens. Dus ik denk dat we even een timelapse gaan maken. We doen alleen wat ik zeg, alleen dit veld. En dan, gaan we zometeen ook in de timelapse gaan we ook persen. Want dit veld is niet zo heel groot. Maar ik hoop genoeg om toch een klein beetje het geld op te krikken. Dus, jongens, ik zou zeggen, geniet van de timelapse. Alright, want volgens mij hebben wij supergras, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar wat hebben wij enorm veel balen. Goeiedag, zeg. Ik weet niet hoeveel we hebben geperst. We pakken zo de autoloodtriller erbij. En dan gaan we eens even kijken of alles überhaupt wel in de op de trailer past. En we moeten even kijken wanneer de beste prijs voor kulveren. Voor mij is dat december. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is dat december. Dat kulveren de beste prijs heeft. Dus moeten we eens eventjes in de gaten houden. Zo, dan brengen we deze, parkeren we. En dan gebruiken we de Massiverus even voor de autoload trailer. En het schijnt dus zo te zijn, dat schijnt een glitch te zijn. Zoals jullie hadden gezien, heb ik natuurlijk allemaal balen in de winkel. Als ik iets wil kopen, heb ik allemaal balen in de winkel. En het schijnt dus te komen door autoload. Want meerdere mensen die hebben er last van, omdat ze de autoload trailer gebruiken. Ik weet niet of het zo meteen gefixt is als we die balen hebben opgeruimd. Ik heb wel heel klotig geparkeerd trouwens, maar goed. Ik weet niet of het zometeen gefixt is als we al die balen hebben opgepakt. Dan moeten we eens eventjes in de gaten houden. We kunnen trouwens... nee, ik kan straks met elektrische stekker wat doen, want dat veld moet wel weer bemest worden. Want het is supergras. Want ik ben zo benieuwd hoeveel balen we hebben geperst. Ik ben echt heel erg benieuwd. En als we straks ook al dat koolzaad hebben geoogst, dan kunnen we allemaal naar de oliemolen brengen. En dan kan er heel wat olie worden gemaakt en dan kunnen we dat ook gaan verkopen. Zo. Ja, en misschien dat een keertje inderdaad een idee is om een kleermakerij te kopen. Of we moeten eerst een spinnerij kopen om stof van te maken. En als we dat hebben gedaan, moeten we ook nog de kleermakerij moeten we nog maken of kopen eigenlijk om dat stof er naartoe te brengen, zodat er kleren van kunnen worden gemaakt. Maar dat kost nogal een bult geld. Dus ik denk niet dat dat het wordt. We zouden misschien nog wel, tenzij we ooit een keertje de jackpot willen bijvoorbeeld, dan zou het nog wel eens een keertje kunnen. Maar dat het dus, ja, het is wel veel werk. Maar ja, ouwe, het kan wel werken. Even kijken, transportpositie. Werkpositie moet hij op. Dus als het goed is, zou dit nou moeten doen, toch? Ja, mooi. Hoeveel balen hebben we eigenlijk geperst? Laten we daar eerst eens even naar kijken.
Hoeveel je, 19 balen. Volgens mij kunnen hier namelijk 24 balen op. Dat weet ik niet zeker. Maar we gaan eens even kijken. We gaan er gewoon even langs rijden. Even kijken of alles erop past. Maar voor mij is dit supergras. Ik weet het zeker. Maar kijk hoeveel balen we hebben. De vorige keer dat we gingen maaien, hadden we helemaal niet zoveel balen. Maar ja, het komt, dat gras wordt natuurlijk ook wat ouder. En op die manier krijgen we er ook weer meer balen van. We zijn nu op 10 balen. En ik denk, of kunnen hier 30 balen op ofzo? Of 32 balen? 13. 28 balen dan. Ja. Nee, ja, 28 balen kunnen erop. Nou, dat past wel. We hebben 19 balen geperst. Zo. En dan die nog. En dan hebben we 19 balen opgepakt. Wel een beetje cheaten, hè, dit. Dat weet ik ook wel. De volgende keer gaan we het mooi met voorladen doen. Huppakee. Nou, dan doe ik nou B, I en L. B, L. Even kijken hoor. Balen hier lossen, los afbreken. X, L. Balen lossen. I, I, L. Oh, dat wil natuurlijk niet, hè. Omdat het nou autoload is, wil dat niet. Dat klopt ook. I, reset. Werkpositie. Oh, wat gebeurt er? Gaat goed. Domme. Hele zootje vliegt bij de lucht in. Nou, we hebben toch een mooie trillen met balen. En als we even gaan kijken, hoeveel levert het nou op, keulvoer? Keulvoer, 557. En in december is voor mij de beste prijs. Ja, dus we kunnen nog wel eventjes wachten. Tenminste, als het goed is, hebben we dan het beste prijs. Mooi, dan brengen we dit even terug. Dan breng ik de elektrische trekker even terug. En dan komen we met de elektrische trekker terug om dit even te bemesten. En dan gaan we de nacht door, denk ik. Oh, zijn we? Nou, ik weet niet wat er met het gas is gebeurd, jongens. Ja, het gas wordt natuurlijk ouder. Dus ik denk dat het daardoor komt dat, dat we zoveel hebben. Want voor mij hebben we de vorige keer echt geen 19 balen gehad, hoor. En is het dan nu ook zo... Ja, we hebben nog niet genoeg mest om ons eigen mest op het veld te bonjouren. Dat is wel jammer. Want dat scheelt ons natuurlijk en geld. Alleen, dat moet wel even investeren in een mesttank. Nou, dat is op zich nog niet zo'n heel groot probleem. Dat heb je ook zo van elkaar trouwens. Zo. Weet je welk apparaat ik trouwens ook nog niet heb gebruikt? De vervaat heb ik nog nooit aangeraakt. Zelfs niet in de server. Kan je nagaan. Dat heb ik nog geen ding aangeraakt. En vrijdag, dat is vandaag dat ik deze video opneem. Doet Jeb ook weer mee. Onze Amerikaanse vriend uit Atlanta. Die doet vanavond weer mee met farming. Als het goed is. Wimpy die streamt. Want ik ben zaterdag, afgelopen zaterdag dus. Dat is voor jullie bijna een week geleden. Kan je nagaan. Omdat ik er nu één dag tussen heb. Hoe heet het? Zaterdag. Dat is 8 januari, dat is voor jullie al geweest als deze video online komt. Maar voor mij staat morgen. Ga ik 12 uur livestreamen op Twitch. Omdat we de 50.000 abonnees hebben gehaald. En uiteraard hebben we het nieuwe jaar. Dus dat doen we ook op die manier. Doen we eventjes een 12 uur stream. 10 à 12 uur stream, moet even kijken. We gaan verschillende games spelen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. En het internet mag geen issue zijn. Alleen ja, de computer. Dat is wel een beetje de issue. Klein beetje de issue. Zo. En oh! Ik zag trouwens ook dat er een nieuwe mod was dat je overal kon graven of zo. Ik weet niet of ik daar de vorige aflevering over heb gehad. Terraform of zoiets heet dat. En dan kun je graven. Nou, dan kun je dus bij wijze van kun je dus gewoon een hele berg kun je wegscheppen. Ja, dat is wel geinig hoor. Dat heb ik ook nog geen keer geprobeerd. Maar dat waarschijnlijk gaan we dat vanavond proberen in de stream. Dus ik ben best wel benieuwd. Ja, de trekker hoeft nog niet aan opladen. Ik ben gewoon benieuwd als de batterij bijna leeg is. Hoe lang het duurt. In echte minuten. Hoe lang het duurt dat deze vol is. Een minuutje of 10, denk ik. Een minuutje of 20. Tweedehands dealer. Zitten de balen er nog in? Yup. Dan maak je uit. Er zit wel een Fendt 300 in. Dat is dan wel weer leuk. Alleen, ja, die heeft 142 pk. Voor mij vond ze John Deere nog meer. Of hij kan tot 142 pk, moet ik zeggen. Deze heeft 125 pk, dus ja. Heeft niet zo heel veel zin. Het is wel een stuk moderner trouwens.
En ook hier moeten wij dit ook in de gaten houden, want dit moeten we ook gaan verkopen. 1000 liter tomaten en 315 liter aan sla, dus we gaan de nacht door. Dan hebben we heel veel van die pallets, want ja, de trailer zit nou vol met silagebalen. Laten we gaan slapen, dan gaan we eens even kijken of we nog leuke aanbiedingen hebben in de tweedehands dealer. En als de prijs goed is, dan we eventueel wel het ding eens kunnen verkopen. Het is momenteel november. Hi, november. Piep, 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 piep. Hoe is het bij de kipjes? Ja, dat gaat ook lekker. Kunnen we ook gaan verkopen binnenkort dit, als de prijs goed is. Want dat gaat ook hard. Die zit nog niet vol. 6800 liter. 4100 liter. We hebben wel weer 360 kippen, dus dat is goed. Hoe is het bij de dames? Hoe is het hier? We hebben nu 13.000 liter aan drijven en ze zoeken niet heel veel. Voer is 15.000 liter. We hebben helaas nog geen melk, want ja, ze zijn nog te jong. Voor mij moeten ze daar minimaal een jaar oud voor zijn. Tweedehands dealer. Hebben we daar nog iets leuks tussen staan? Fout. Eigenlijk zouden we ook deze kunnen gaan verkopen, hè? Die. Of, moet ik wel de goede? Die. Die voor 6.000 euro. Eigenlijk gebruiken we niet zo, want we hebben sowieso geen druiven meer. En deze kan ook weg trouwens. Waarom? Omdat we hebben momenteel geen druiven. Zag je dat? Ze waren aan het knipperen. We hebben momenteel geen druiven, dus die gebruiken we sowieso niet. Is dit gefermenteerd? Nee. We hebben momenteel geen druiven. De druiven hebben we weggedaan. En hoe heet het? En als ik weer iets nieuws wil doen, ik denk niet dat we druiven binnenkort nog terug gaan doen, dat we hier olijven gaan doen. En dan hebben we dus in principe dat knipapparaat hebben we niet meer nodig. Dus we zouden die kunnen gaan verkopen. Maar wat gaan we op dit? Gaan we dit omploegen en maken we hier een extra veld van? Dat lijkt mij in principe het beste. Dat we dit gaan omploegen. Of gaan we er wat anders mee doen? Het is een nadeel dat jullie het pas over een paar dagen hebben. Nou lijkt, je ziet dat, dat is heel apart. Omdat we nu monitor capture gebruiken, zie dat? Goeiedag zeg. Ja, wat gaan we daarmee doen? Gaan we de ploegen? Ik zit er twee, ja. We kunnen in principe kunnen we dit gewoon ombouwen naar een normaal veld waar we iets kunnen inzaaien. Hè? Dat is toch een stuk beter. Ja, wat is er met mijn FPS aan de hand, joh? Goeiedag zeg. Ja, ik denk dat we gaan ploegen. Zo, dat is kijken hoe Koespe dat doet. Elektrische trekker die moet leeg, dus die gaat ploegen. Ik hoop dat hij een beetje kan. Ga eens even kijken hoe Koespe het doet. Gaan we dat ploegen? Ik hoop dat hij het veld trouwens ook ziet. Dat is nog wel een dingetje. Zo. Want nou moeten we dus ook andersom. Dat is ook wel een goede test trouwens. Die. Pam. Koers, nee. Activate. Er stond koers laden. Dat moet niet hebben. Koers wijzigen. Koers laden. Zit er niet bij. We maken een klus. Een klus. Klus maken. Koersplayveldwerk. Eerst een tussenpunt. En dan mag hij lekker gaan ploegen. Daar. Ploegen. Werkbreedte is 2,3 meter. Dat klopt. En het aantal wenkakkers doen maar 3 keer. Maar dan moet je het dus net andersom doen. Je begint werken in het midden. En je eindigt op de wendakkers. Omdat dat in dit echt ook zo gaat. Met de klok mee. Je gaat tegen de klok in. 3 wendakkers omhoog en omlaag. Wendakkers scherp. Koersplan genereren. Ja, zie je, hij ziet het niet. Hij ziet het niet meer als veld, omdat we dat hebben omgeploegd. Zie je dat? Maar laten we eens even kijken hoe die dat doet. Omdat wij namelijk dit hebben we omgebouwd. Nou moeten wij dus zelf hier weer een veld van maken. We zijn dus wel een dingetje. Dus we moeten op I drukken en we gaan hem draaien. Alhoewel, dat hoeft niet.
Wij moeten nu zelf moeten we dit weer gaan ploegen, omdat wij dit hebben omgebouwd. Snap je hoe? Dus we moeten het wel zelf doen, dat is op zich niet zo heel erg. Zo. Ik wil er ook niet te dicht tegenaan hoor. Dat we er net langs kunnen. Zo. Oh. Niet draaien. Omlaag. Kijk, en dan houden we dus dit voor wat het is. Qua veld. Ja, we kunnen nog eentje bij doen. Maar dan staat dit, dat ding in de weg. En dan moeten we dus zelf... Moeten wij dit gaan ploegen? Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Maar ja, dat komt omdat we dat hebben getekend. We hebben het getekend. En ik ga het na de hand, als het klaar is met ploegen, dan ga ik zelf wel even tekenen. Dan ziet het er natuurlijk allemaal net ietsjes beter uit. Alles wat een beetje scheef is, maken we gewoon recht met het verven. Met een landscaping tool. Maar ja, dan hebben we in ieder geval wel weer... Het is niet een groot veld, maar dan hebben we in ieder geval wel weer een veld terug. Zeg maar. En dat kunnen we wel gebruiken. Want dan kunnen we weer tarwe of sorghum of whatever inzaaien. Het scheelt dus weer een ding kopen. En als we ooit weer olijven gaan doen... Nou, dan hebben we dus in principe... Kunnen we dat of op dit veld doen of we kopen een ander veld of whatever. Maar ja, we moeten dit toch zelf doen. Dus... Ja, dan doen we dat maar. Ik weet het anders ook niet. Dus laten we dit eventjes gaan ploegen. En dan, als het klaar is, gaan wij... gaan we het tekenen. Alright, ik weet nog waardoor mijn game zo lagt. Het komt omdat die klotenbomen aan het flikkeren zijn. Zie je dat? Goeiedag zeg. En als ik hier naartoe ga, is er niks meer aan de hand. Dus dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehad. Ik zag ook dat Dagwin daar last van had. Ja, nou ja, goed. We kunnen de visuele maat kunnen we aanpassen. Dan is dat geflikker afgelopen. Misschien moeten we dat maar gaan doen dan. Maar als je nu zo gaat kijken. Want volgens mij... Ik kan het ook fout hebben, maar dat weet ik eigenlijk haast wel zeker... Op de minimap wordt ook aangegeven wat nu een veld is. Omdat wij dit nu aan het ploegen zijn, tekent het op de minimap ook in als veld zijnde. Dus wat ik zo meteen even wil proberen. Als het goed is, zou zo meteen Cruiseplay dit hele veld weer moeten pakken. Omdat de game nu weer dit hele veld ziet. En ook met Kelmster Farm is het zo. Dat zijn allemaal hele grote velden. Maar als wij daar een stuk gras in doen, wat wij hier dus net hadden. Dat detecteert, de helper die detecteert dat dat geen veld meer is. En dan kunnen we dus op die manier kunnen we dus velden in vier delen opverdelen, zeg maar. Dat je niet één groot veld hebt, maar dat je gewoon twee kleine veldjes hebt. Of drie grote velden. Of weet je wel, op die manier. Dat kun je helemaal aanpassen, dus dat is in principe wel een idee. Maar, zoals je kunt zien, ja, we hebben hier dan wel een klein beetje steen. Dan moeten we daar maar een keertje gaan walsen binnenkort, als het klaar is. Het veld is klaar. Ik denk dat we nog één strip naar de andere kant gaan doen. Zodat wij een iets groter veld hebben als dat het eerst was. Nee, maar die heeft natuurlijk eerst gras gezeten. Dus daarom zitten die stenen hier nog. Die moeten we een keertje weghalen. Maar we doen er nog één stuk bij aan. Want we moeten ook niet te dichtbij. Want dan... Die voetgangers die lopen daar ook. En het is een beetje raar als je daar met de combine of met de zaaimachine loopt de poepviolen natuurlijk. En dan moeten we als laatste moeten we het eventjes gaan intekenen. Dat we het afmaken en glad maken en zo. Kijk, ik wil niet te ver. Kijk, eigenlijk ben ik al te ver. Maar goed. Zo. En als laatste... gaan we verven. Iets groter. Kijk, als we hier... Dit even recht maken... Zit hier en daar nog wel een klein beetje gras. Ik hoop dat dat gauw weggaat. Op dit. Voor mij hebben we dit ingezaaid, dus dat is op zich niet zo'n heel goed probleem. En dan planten we hier weide in. Dat moet ook niet te veel zijn, dat het niet op het veld komt.
Want dat gaat niet weg namelijk. Kijk, dan hebben we dit stuk in ieder geval netjes gedaan. Dit moet ik even doen. Kost wel een beetje geld, maar goed. Zo. Ja. Kijk, en dan moeten we het alleen nog hier. Met grind. Ziet het wel een beetje anders uit, maar goed. Zo. Dan hebben we toch een klein beetje redelijk netjes gemaakt. En als het goed is, dan gaan we het gewoon even kieken. Huidige koers wissen. En dan doen we klus maken. Kijk, zie je, je kunt het hier al zien. Er is nou een veel groter veld. Dus als het goed is, zou Koerspeer dit nu ook als veld moeten kunnen zien. Dus als wij die daar gaan doen. En dan... waarom pakt hij hem nou niet? Waarschijnlijk omdat dit al klaar was. Nou, maakt verder ook niet uit. Maar we hebben in ieder geval weer een extra veld erbij. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Wat we hierin gaan zaaien. Ik weet niet of we überhaupt iets kunnen inzaaien. Ja, gras, maar we doen nog geen gras. We zijn te laat met tarwe of gerst. Dus dat is een beetje lullig. Ben ik nog aan het ploegen? Voor mij was ik aan het ploegen, of niet? Ja, voor mij wel. Nou goed, dan doen we dit terug. En dan slapen we denk ik dan toch maar een keertje. Want in november kunnen we toch niet zoveel meer doen. En dan denk ik dat we de volgende aflevering... dat we een heleboel beeldvuur gaan verkopen. Want... veldmaker toestaan. Ja, die staat uit. Dat is top. De elektrische trek heeft weer goed werk geleverd. Dus die kan ook weer terug. Oké. Okay. Kijk, als we hem nou hiernaast gaan doen, hè. We beginnen met opladen. Er staat niet bij. Je moet wel eerst opladen voordat er staat hoe lang die erover doet. Maar ja, de batterij is nog niet leeg. Dus dat hoeven we nog niet te doen. Als het goed is, hebben de koeien en... ja, 3800 liter. Dit is nog wel krap hoor. Maar we hebben nog zorgen erin. En wat is mijn game aan het laggen? Dat komt door die klote knipperende bomen, joh. Laten we even... even slapen. Slapen. Misschien dat er nog wel iets leuks staat in de tweedehands dealen. Zal wel niet, maar... you never know. Slapen. 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 We've got snow. Krijgen we veel sneeuw? Een paar uur is om 8 uur gaat het. Dus, ja, is goed, ja, ik wou zeggen, als het goed is, moet ik nu gaan sneeuwen. Maar waarom lijkt de game zo, jongens? Dat komt waarschijnlijk omdat ik nu die filters aan heb staan of zo. Zou dat het zijn? Ik weet het niet. Maar ja, wat is de prijs van kuilvoer? 561. Oh, dat is nog niet zo heel veel eigenlijk, hè? We hebben wel eens 600 gehad. De eieren is wel een hoge prijs. Pluizigheid. Bezig met opbouwen van mijn volrij. Dus waarschijnlijk heb ik een hoeveelheid. Een hoeveelheid wol hebben we geproduceerd. En daardoor hebben wij een achievement. Ik vind het mooi. Zo. Maar ja, eieren kunnen we gaan verkopen. Het silage lijkt mij. Oh, klaar. Het lijkt de game, jongens. Wat erg. Ja, het is kuilvoer, dus dit gaan we ook verkopen in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk hebben gevonden, jongens. Als het zo is, knal natuurlijk even je like erop. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en tot de volgende keer. Kalm!